Waarom goed dat je kijkt, Big van Eat Aesthetic. En zoals je ziet, ik ben helemaal alleen vandaag. Voor het eerst een eigen video die ik ga doen op zondag. Helemaal een beetje, met de hulp van Ruben natuurlijk. Misschien zoals jullie al weten, zijn Darren en ik overgestapt van 6 keer in de week trainen naar 4 keer in de week. De trainingen van ons zijn anders geworden in de week. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe zo'n trainingsdag voor mij op een vrijdag eruit ziet. Ik train dan schouders, benen en mijn armen, triceps vooral, want de biceps doen we de andere dag. Nou, de eerste oefening van de dag is de overhead press. Darren en ik vind het meestal wel fijn om te beginnen met een compound oefening. Dat is meestal de zwaarste van de dag. Voor die hebben we ook vaste sets en vaste reps, zoals jullie weten. We hebben heel vaak gezegd, of 4x8 of 5x5, 5x3. Wij gaan nog verder met de 4x8. En ik begin gewoon heel licht gewicht, gewoon alleen de stang. Helemaal goed loskomen, helemaal goed warm worden. Ondertussen, als ik klaar ben met je stang, pak nog even de stok. Het is heel belangrijk voor die dat je goed warm bent voor, met je schouders. Met die stok kun je gewoon alles flexibel maken, zoals je weet. Ja, we bouwen het gewicht gewoon rustig op. En dan, ik heb gisteren opgenomen. Heb ik 65 4x8 gedaan. 3 sets lukte en de laatste set, ik weet niet waar het aan lag. Ik denk iets te weinig rust, te weinig eten. Te veel gehouden met Ruben natuurlijk misschien. Ik deed 6 reps, de laatste set is me niet gelukt. Maar het is belangrijk bij deze oefening vooral dat je echt boven je hoofd uitstoot. Je mag je hoofd best naar voren doen. Rug recht. En strak kijken in die camera natuurlijk als je aan het doen bent. En ja, dat was de eerste oefening. Goede oefening voor de schouders. Wordt er sterk door bij bankdrukken. Ja joh, lekker duw. De tweede oefening die ik heb gedaan gisteren is de leg press. Het is voor mij een schouderdominante dag, zeg maar. Ik ga niet heavy squatten, ik ga geen heavy lunges of zoiets doen. Het is voornamelijk gericht die dag voor mijn schouders. Op dinsdag doe ik voornamelijk benen. Dus het is verspreid door de week, zeg maar. Daarom pak even de leg press. Heb gewoon 3 of 4 sets gepakt. Dan tussen de 12 en 15 reps. Ik heb zelf ook nog een beetje last van mijn knie. Dus ik probeer echt mijn knie recht te houden. En gewoon echt gewoon stabiel. En gewoon goede reps te maken. En goed uit te voeren die oefening. Het is voornamelijk ook een beetje om sterk te worden dat ik die leg press doe. Af en toe bij het squat ook nog last van. Als ik kan, wil ik met mijn knie, zeg maar, als ik omhoog kom, naar binnen knikken. En dat is zoals je weet niet zo goed. Dan gaan we alles afsnappen. Wat ik ook nog wilde vertellen. Zoals je ziet, pak niet meteen een schouderoefening naar een schouderoefening. Die shoulder press was al, of die overhead press was al zwaar genoeg. Dus ik hou even die rust voordat ik weer overga naar een andere schouderoefening. Zodat ik de volgende schouderoefening veel beter kan uitvoeren en niet zo snel verzuurd ben. Oh, het gewicht was niet zo hoog. Ik deed 100, 130, 160 kilo. Maar ja, elke leg press verschilt een beetje. Dus maar in welke sportschool je traint, hè. De derde oefening, voor mij ook het leukste, waren de armen trainen. Ik heb de triceps gepakt. Ik heb dat gedaan met, ik weet niet hoe je het noemt, maar je pakt een dumbbell, gooit hem achter je hoofd en je duwt gewoon omhoog, weet je? Je duwt gewoon omhoog en ik denk dat ze die behind the back dumbbell press noemen of zo. Maar ik vind dat een fijne oefening voor de achterkant van mijn triceps, zeg maar. Triceps, zoals je weet, bestaat uit 3 koppen, hebben we heel vaak verteld. Dit is voor de achterkant. Ik pak die gewoon. Dumbbell, ik begon met 12 kilo. Het is ook belangrijk dat je weet hoeveel reps je kan doen met één arm, want de andere arm moet hetzelfde zijn, anders wordt de ene arm groter dan de andere. Dat wil je niet hebben, jongens. Ik doe dat voor 3 sets, tussen de 15 en 20 reps. Het waren heavy sets, ging over naar 16 kilo. Ik voelde af en toe mijn elleboog knakken, maar ja, gewoon door blijven pompen. Dat is ook belangrijk bij deze oefening, daar was ik al helemaal ver weg van. Het is belangrijk dat je niet te ver zakt met zwaar gewicht, want anders kan je ook je ellebogen een flinke blessure laten oplopen. Het is belangrijk dat je hem goed stopt, net onder die 90 graden zo. Van je elleboog, net onder de 90 graden. Ik weet niet hoe dit eruit ziet, Ruben, maar doe het gewoon. Dan omhoog, weet je. Goed strekken, ook niet overstrekken. Dat is ook niet goed. Je moet gewoon echt die tricep gebruiken en dan weer terug. Dat kan je zelf ook wel aanvoelen, denk ik. Dus ik hoop dat het wel goed komt. Ja, weer een schouderoefening. Ja, ik ben op die schouderdingen vandaag en armen. Nee, was de side raises, die kennen jullie ook wel. Hebben we ook wel vaak in een video laten voorbij komen. Bij die oefening pak je de zijkant van de schouders. De schouders bestaan ook uit 3 koppen, zoals de tricep. Het is ook meer een isolatie oefening voor de schouder. Hierbij ging het niet al te zwaar. Ik heb ook niet 4 of 5 sets gedaan. Ik doe geen warming up daarvoor.
Ik begon met 8 kilo, dacht ik. En dan doe ik 8, 12 reps. Nee, denk ik 15, sorry. 15 reps. Probeer ze echt goed tussen die, ja, ik weet niet hoe je het zegt. Niet helemaal recht, niet vooruit, maar een beetje daartussen. En dan dat laatste stukje probeer ik vast te houden, zodat die spanning goed erop komt. Zodat ik die pomp ook wel krijg. Ik merk gewoon dat ik een pomp krijg. En dat deed ik voor 3 sets. Die laatste set ging wat te zwaar. Ik denk dat Druwe dat wel even laat zien. Dan deed ik iets van 8 reps. Dan kon je wel zien dat ik met mijn lichaam probeer te swingen. Het is belangrijk dat je dat niet probeert te doen. Echt alleen je schouders probeert te gebruiken bij die oefening. Want het is een kleine spiergroep. Het is niet echt functioneel als je veel te zwaar op die gaat. Dus ja, dat was de 4e oefening al voor de schouder. En ook de laatste trouwens. Voor die isolatieoefeningen wat hogere reps, zeg maar. Het is meer om voor die een beetje massa te krijgen. En bij die compound bijvoorbeeld train ik echt alleen maar op kracht. Dan heb ik een vast gewicht. Een vast aantal reps. Bij die isolatie is het daarentegen meer van ja, 12 tot 15 of wat gewoon een beetje goed aanvoelt voor je lichaam. Een beetje hogere reps, hoog zitten. Zoals ook bij de 4e of 5e oefening, de hamstring curl. We hebben een zittende in onze gym en als je die niet hebt, kan je ook daar. Meestal hebben ze ook een liggende in je sportschool of je kan de stiff deadlift doen. Of je kan zelfs met cables zo'n ding aan je voet doen. Die vastbinden met klittenband, weet ik veel wat. Dan ga je liggen op een bank en dan doe je het op die manier een beetje. Maakt niet uit. Het is gewoon een, ik vind het wel een fijne isolatieoefening. Goed om die hamstrings te triggeren. Die pakte ik ook gewoon 3 sets tussen de 12 en 15 reps. Hoge reps. En ook bij deze ging ik op die laatste iets te zwaar. Deed ik ook maar iets van 8 of 10 reps. Ik weet het allemaal niet meer. Dus, het is gewoon een beetje, je moet gewoon niet te lang rust nemen. Maar ook niet te kort, weet je. Anders kan je set niet gewoon normaal doen. Hoe zeg je dat? Niet alles eruit halen, niet 100% eruit halen. Ongeveer een minuut. Bij de compound zijn tegen deed ik dat. Ja, ze zat soms wel 5 minuten rust, dus ik weet niet. Ja, dat is meer voor de kracht. Dat is meer voor de kracht. Dat vind ik het belangrijkste. Als dat erop zit, komt de rest wel, die isolatieoefening en shit. En ja, dan komen we alweer op bij de laatste oefening. En dan gaan we weer die triceps aanpakken. Ruby heeft met me meegedaan, dat gaf me meer motivatie. Ik wilde weer hoge reps doen en high sets. Maar hoe heet die oefening? Cable, pushdown, iets denk ik. Van rope, tricep. Rope, tricep, pushdown. Okay. Die kennen jullie vast wel allemaal. Pak de touwen omlaag en op het einde trekken ze naar buiten. Hele lekkere oefening. Ook voor de tricep weer. Die deed ik dan weer 3 of 4 sets dit keer, omdat Ruben deed meedeed. Ik zei, dan moet je te staan. Ik deed ook weer 10 tot 12 tot 15 reps. Ik tel ze niet, ik doe gewoon als ik maar boven die 10 reps zit. Dat is het belangrijkste, vind ik, bij die isolatieoefeningen. Nou, op die oefening ging ik ook weer wat zwaarder. Ik kijk dan even, zeg maar, ik ga zwaarder met de reden om te kijken van hoeveel reps ik eigenlijk kan. Dus ook de volgende keer weer kan kijken of ik dat gewicht wel kan. Zodat ik meer vooruitgang kan maken de volgende week. Zodat ik zwaarder kan en meer massa dus gewoon meer kan triggeren. En het is ook heel belangrijk bij deze oefening dat je weer je ellebogen goed stabiel naast je houdt en niet omhoog komt of niet omlaag. Je moet gewoon je rug recht houden, ellebogen naast je en echt alleen maar die armen omhoog en naar buiten toe, zeg maar, als je omlaag komt. Dan kan je de beste pomp voelen in je leven, jongen. Ik zweer. Bij die triceps is het belangrijk dat je die ellebogen goed stabiel houdt. Ja, dit waren ze alweer. Of niet? Dit was onze trainingsdag. Zonder Dario helaas. Maar ja, het waren 6 oefeningen. 2 voor elke spiergroep. Zoals je ziet is dat niet heel veel. Je denkt misschien wel dat het te weinig is. Maar ja, we hebben wel rustig 1,5 uur in de gym gezeten. Je pakt gewoon 3 spiergroepen aan. Je hebt best wel een intensieve workout achter de rug. Het zijn niet zomaar spiergroepen. Dus je hebt overhead gedaan voor je schouders. Hele zware compound. Leg press heb ik er tussendoor gedaan. En ook nog schouders. Triceps. Dat is meer ja, voor de pomp kun je zeggen. Maar ja, het is wel een spiergroep die je gewoon aanpakt. 2 oefeningen en dan rond de 60 reps, zeg maar. Wat je doet per set. Dus, Per oefening, sorry. Jongens en meisjes, dit was onze trainingsdag op de vrijdag. Hoe we dan onze benen en schouders en triceps trainen. We hebben nog 3 andere trainingsdagen.
Die zien er natuurlijk weer wat anders uit. Daar pakken we andere spiergroepen dominant. Als je die wil zien, doe een blauw duimpje omhoog. Als ik het goed heb gedaan, doe ik een blauw duimpje omhoog. Geef me die support. Abonneer op het kanaal natuurlijk. We zijn bijna bij die 10.000. Er komen dan leuke dingen aan, denk ik. Dan gaan we leuke dingen doen. Nu doen we nog niks leuk. Totdat we bij die 10.000 abonnees zijn. Like de Facebook profiel. Zoek je nog schema's. www.itaesthetic.nl. Natuurlijk, goede schema's. Waar we je niet afpersen. Ik heb laatst weer een voorbeeld gehoord. Ik word gewoon weer ziek van €50 in de maand. Weet je, heeft die gast betaald. En betaalt hij nog steeds. Maar ja, mag die allemaal zelf weten. Wat moet ik nog zeggen? Voel me toe op Snapchat. En peace.